En we beginnen met de nieuwste lijsttrekker van het hele stel, Fred Teeven. Sinds Pim Fortuyn toch niet meer geschikt bleek at the service van Leefbaar Nederland, is Teeven het boegbeeld van die partij. Maar Leefbaar Nederland doet het niet zo goed in de peilingen. En hoe succesvol Teeven ook was als officier van justitie, de kiezer weet hij nog niet te vangen. Toch is Fred Teeven vooral heel gewoon en wil hij juist heel dicht bij die kiezer staan. Zo ontdekte Marco de Vries in de achtertuin van de lijsttrekker. Zes weken geleden stond ik nog in de zittingszaal in Amsterdam en nu lijsttrekker. Dus het is even behoorlijk wennen. Het is ook een hele andere verandering, maar goed, gaat steeds beter. En je bent er dan. Bevalt het? Ja. Vindt u het leuk? Ik vind het echt leuk. Nou bent u volgens mij van alle kandidaten voor de Tweede Kamer een van de meest gewone mensen. Ziet u dat zelf ook zo? Ja, dat zie ik ook zo, ja. Ik hoop dat de kiezer dat ook ziet. Ja, ik ben inderdaad een van de gewoonsten. Ja. Als ik zo in de rondte kijk en ik zit ertussen. Ik heb dat bij een debat nu weer eens mee mogen maken. Dan denk ik, sommigen zitten echt lang in de Haag. U gebruikt alleen uw gezond verstand en natuurlijk uw ervaring. Weinig behoefte aan ideologie en moeilijk doen. Nou, ideologie, ik bedoel, Leefbaar is natuurlijk geen ideologie, maar het is wel een soort vernieuwingsbeweging. Maar geen behoefte aan moeilijk gedoe, nee. Waarom het in 1000 woorden zeggen als het in 100 woorden kan? Dat heb ik op de rechtbank ook nooit gedaan. Wordt dat herkend? Komt dat over? Als ik op campagne ben en ik praat met mensen natuurlijk, en ik ben nu al een week of vijf door het land heen aan het scheuren en met iedereen aan het praten, dan wordt dat wel herkend. Maar ik zie het nog niet terug in de peilingen dat mensen dat herkennen. Dat ze zeggen, nou, er komt nou eens iemand in de Kamer, of die lijkt in de Kamer te komen, die gaat ons ook vertegenwoordigen, dat is iemand van ons. Schietpartij in Erfurt bij een school, zou zoiets in Nederland ook kunnen gebeuren? Zoiets kan in Nederland ook heel goed gebeuren en daarom vinden wij dat het wapenbezit streng moet worden tegengegaan. Dat betekent preventief fouilleren bij de politie moet mogelijk zijn, door de politie moet mogelijk zijn, strenger straffen en we moeten strenger worden op het uitgiften van vuurwapenvergunningen. Na de breuk met Pim Fortuyn heeft Leefbaar Nederland altijd gezegd van we blijven goede vrienden en... We zijn ook wel goede vrienden. We zijn met iedereen goede vrienden. Ik bedoel, wat ik met alle respect bij Fortuyn een beetje weet, ik weet af en toe niet waar hij voor staat. Mm-hmm. Dat heb ik bedoeld met onberekenbaar. Mm-hmm. En u hebt ook gezegd een wolf in schaapskleren. Ja. Maar u vindt hem dus eigenlijk gevaarlijk? Nee, je moet maar geen woorden in de mond leggen. Het woord gevaarlijk heb ik niet gebruikt. Maar een wolf in schaapskleren is toch een gevaarlijke schijnsel? Een wolf in schaapskleren, dat is iemand die, waarvan je zegt van goh, is hij nou wat hij lijkt te zijn? En dat weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. U hebt hem uitgedaagd voor een debat? Klopt. Ik heb hem een brief gestuurd en ik heb dat ook in de media gezegd. Heeft hij daarop gereageerd? Ja, hij heeft gereageerd. En? Hij heeft gezegd dat zijn agenda het voorlopig niet toeliet. Hij heeft dat via zijn woordvoerder, meneer De Boy, laten weten aan mij. Dat is jammer. Dat is jammer, maar niet onverwacht. Nee, maar u hebt deze man, Leefbaar Nederland heeft deze man in het zadel geholpen en nou wilde hij niet eens met u debatteren. Ach, als je een druk agenda hebt, dan moet je niet meteen overal gefrustreerd van raken in dit werk, want dat is niet goed voor je eigen gezondheid. Dan komen we weer op het lijsttrekkersblad van afgelopen zaterdag. Had u erbij willen zijn als lijsttrekker? Ik had hier niet bij willen zijn. Hoog door elkaar heen, schreeuwgehalte. Het zag er allemaal niet erg betrouwbaar uit, moet ik zeggen. En iedereen zei ook hetzelfde, als je goed luisterde. Het is echt verkiezingstijd. Alle programma's hier zitten wat in elkaar. En het show-element was natuurlijk een hele flitsende show. Spreekt u dat aan? Nou, het was niet zo'n flitsende show, want er zat iets over die mooie reclameblokken tussen. Nee, het spreekt me niet zo aan. Ik denk dat de kiezer toch eens moet nadenken of ze niet ook een beetje betrouwbaarheid willen. Uw tuin straalt een zekere traditie uit. U woont zelf in een soort nieuwe gebouwde boerderij. Vindt u? Nou, ik vind het geen boerderij. Ik vind het een huis met een wolfskap. Dat is geen boerderij wat mij betreft. Nou, het is een leuk huis. Maar nostalgisch, nee, dat zo zie ik ook kijken niet tegenaan. Het is gewoon lekker huis om in te leven, lekkere tuin. Als het mooi weer is, lekker in de krant lezen in de tuin zondagsmorgens. Maar uw beeld van Leefbaar Nederland is niet Nederland uit de jaren 50, zoals vroeger? Dat is niet Nederland uit de jaren 50, want het verleden kan je heel mooi vinden, maar het komt nooit terug. Je moet vooruitkijken naar de toekomst. Je moet in het hele leven, dat is wel belangrijk. Leefbaar Nederland is tegen die JSF, dus ik begrijp wel, wij vinden het goed dat die niet wordt aangeschaft. Maar we vinden het niet zo goed dat de heren ministers nu rollenbollend over de straat gaan vlak voor de verkiezingstijd. En als minister Zalm zegt, ik beschouw dit als een motie van wantrouwen tegen mijn beleid? Ah, dat is een beetje verkiezingsretoriek, denk ik zo, vlak voor de verkiezingen, 14 dagen voor de verkiezingen. Maar denkt u dat in het kabinet inderdaad de pleuris is uitgebroken?
Nou, Salm zegt het zelf, dus wie ben ik om de woorden van een betrouwbare minister van Financiën te twijfelen als hij het zelf zegt? Ja, ik denk het wel. Alleen het komt nog niet echt breed buitenskamers op dit moment. Ja, het is echt een hoop achterstallig onderhoud, hè? Zo. Als officier van justitie deed dat natuurlijk ook, hè? Een beetje de samenleving aanharken. Ja, een beetje aanharken en af en toe eens even flink schoffelen. Schoffelen is ook wel belangrijk, ja. Wat dat betreft. Ja. Dus eerst probeer je het een tijdje aan te harken. En als het echt niet lukt, dan ga je een beetje schoffelen. En soms moet je echt met de schop erdoorheen. Dat is een beetje officier zijn. En soms is dat in de politiek volgens mij ook. Hè? Af en toe is netjes harken, maar soms is even met de schop erdoorheen. Er moet gewoon nu wel moeten bijgehouden worden. Nederland is een beetje verloederd wat dat betreft. Nou, het moet een beetje bijgehouden worden, ja. En verloederd, dat hoor je mij niet zeggen. Want dat is meteen weer zo'n sterke term. Maar je moet wel zorgen dat het allemaal een beetje... Verslonst. Nou, verslonst, ja. De openbare, de collectieve sector is een beetje verslonst. Ja, zo kun je dat zeggen. We zijn met z'n allen financieel er beter van geworden. Bedrijven, gezinnen, dat is hartstikke mooi. En toch zijn mensen niet heel erg tevreden over het algemeen. Ja. Vandaag ook weer nieuws over de bolletjeslikkers. Curaçao stopt met controle op de bolletjeslikkers. Wat vindt u daarvan? Nou, blijkbaar is de minister van Justitie hier niet in staat om die problemen goed te regelen. Er wordt nu weer niet gecontroleerd, dus ik denk dat de KLM moet ophouden met vliegen. U wilt echt stoppen met vliegen op Curaçao? Totdat er daadwerkelijk op Curaçao daadwerkelijk wordt gecontroleerd met die scans. Want anders krijgen we al die problemen hier en dan hebben we er weer geen cellen voor en dan moeten we ze weer wegsturen. Cellentekort zien we nu al aankomen, dat er over 2 jaar weer tekort cellen zijn en de minister doet er weer niks aan. Maar de mensen die dan naar Curaçao op vakantie willen, hebben gewoon pech gehad dan? Nou, die hebben eventjes pech gehad, maar dan zal de druk op de minister ook toenemen om nou voor eens en altijd eens goed te regelen. Ik denk dat je soms, ik denk het niet alleen, ik weet vrijwel zeker dat je ook vanuit uitvoering, gewoon vanuit dingen doen, moet je zeggen, nou, even gezond verstand gebruiken. Niet honderden beleidsnota's, niet 700 consultants eroverheen, niet 1000 rapporten. Maar gewoon eens aan het werk met je gezonde verstand. Regeltjes zijn belangrijk. Moet je ook vooral aan houden, regeltjes. Maar soms is gezond verstand ook heel belangrijk.